De wateroverlast in het district Nikeri is grotendeels verholpen. Op bijna alle plekken is het water weggetrokken. Districtscommissaris Senrita Gobardan vertelt in een gesprek met onze nieuwsdienst dat het water zijn weg heeft gevonden naar de afvoerkanalen nadat het ministerie van Openbare Werken met man en macht heeft gewerkt aan het verhelpen van het probleem. Minister Riyad Noor Mohammed vertelt in een voorlichtingsfilm over de situatie te Wageningen die een zwaars getroffen is. De pompgemalen worden door het ministerie van LVV op dit moment gerehabiliteerd. Dus hopelijk in de toekomst gaan we geen last meer van hebben. Dat zijn de geweldige drie pompen in het kanaal. En een tweede zaak is dat was ook een voorstel om de dijklichamen een beetje te verhogen. Dat is ook een goed voorstel. En een derde voorstel is om de duikers nog door te steken, ook in dat gebied. Dat zijn allemaal dingen die kunnen helpen om het waterpeil daar te gaan beheersen. Maar feit is, het gebied is laag. Dus de huizen moeten gewoon een beetje verhoogd worden. Het moet opgehoogd worden, de mensen moeten hoger gaan wonen. Want het risico is altijd aanwezig. Maar nu heeft men een mooi dijkje gemaakt dat op zich eigenlijk voor altijd mag blijven. En dan hoeft men niet bang te zijn, in principe. Maar de gebieden zijn laag, dus je zou je huizen hoger moeten bouwen. Waterpeilbeheersers, als die pompgemalen van LVV in orde komen, die drie heavy duty, dan zou je dit probleem eigenlijk niet meer moeten hebben in de toekomst. De burgermoeder zegt dat het voedselpakkettenproject van de overheid in Nikeri succesvol is afgerond. Ook de inheemse dorpen in het Kabalibo-gebied, waar de COVID-situatie ernstig zorgen baart, zijn voorzien van voedselpakketten. Er zijn ongeveer 700 pakketten naar het Kabalibo-gebied vervoerd door het leger.